Zojuist was er een klein toneelstukje van Beukerink en Seder die hier aan het microfoon kwamen van joh, er is toch zometeen, als de wet is aangenomen, toch nog een mogelijkheid tot reparatie. Mevrouw van Beukerink moest nog worden uitgelegd wat parametersets waren. Ik hoop dat ze er iets van opgestoken heeft. Maar waar het om gaat is, meneer de Jong, is dat, maar voorzitter, waar het om, voorzitter, ik ben mijn vraag. Nee, ik geef u het woord, maar doe dat nou niet. Weet je, laten we nou niet, dat roept weer een reactie op. Laten we het alsjeblieft het debat voeren op de inhoud. De heer de Jong, gaat verder. Voorzitter, er worden toneelspelletjes hier gespeeld. En u bent degene die de leiding moet orden. Zeker. Dat is allemaal waar. U moet regelen dat het allemaal goed gaat. Schakel dan ook in op het moment dat dat soort gekkigheden voorkomen. Persoonlijk feit van mevrouw van Beukering-Huibrechts. Ja, voorzitter, ik wil inderdaad een persoonlijk feit maken. Ik ben net neergezet als iemand die toneelstukjes opvoert. Als iemand die geen verstand heeft van deze pensioenwet. Ik weet heel erg goed waar het hier over gaat. Ik heb me de afgelopen maanden, het afgelopen jaar erin verdiept. Ik heb net aan de minister even duidelijk gemaakt wat ik versta onder cijfers. Het ging over scenario-sets en parameters. Ik hoef me niet te verschuilen achter cijfers, want ik weet wat er nog naar ons toe gaat komen. En ik merk gewoon dat het mij erg veel doet als een collega van de PVV zegt dat ik geen verstand heb van de wet en dat ik toneelstukjes opvoer. Wij zijn hier volgens mij met elkaar om een debat te voeren. We zijn hier vandaag ook bij elkaar om de wet beter te maken. Daar heb ik me de afgelopen maanden heel hard voor ingezet. En daar ga ik vandaag ook gewoon mee door. Maar ik vind het heel vervelend dat als ik nu de hele dag ga interrumperen, het gevoel, en zeker ook bij mensen die meekijken, mensen op de tribune, wordt opgewekt dat ik bezig ben met het toneelstukje. Daarvoor is deze wet veel te belangrijk en zijn de meningen van mijn collega's ook belangrijk. Dank u wel, mevrouw van Beukering-Huibrechts, de heer Van Kent, SP. Nou, het leek net wel een beetje op het toneelstukje, maar goed, dat terzijde. Nou, ook voor u, meneer Van Kent. Het was ongeveer de vraag van, heeft de minister nog mensen gesproken die ook voor deze wet zijn? Dat was net zo ongeveer de vraag, maar goed. De vraag aan de minister.